Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto veel wolken boven ons land. Dat is voornamelijk hoge bewolking. Misschien is de bewolking soms wat dunner en is de zon vanochtend te zien. Temperatuur vanochtend tussen de 9 en de 11 graden. En de wind is matig vanuit het zuidwesten. Aan zee trekt de wind aan tot een windkracht 5 of 6 vanmiddag. Ook vanmiddag zien we veel wolken. Af en toe is de bewolking wat dunner en zien we de zon. En het blijft ook meest droog. Misschien een spatje regen in het noordwesten. En verder een temperatuur van 14 graden. Vanavond dan daalt de temperatuur naar 11 tot 13 graden. De wind zwakt landinwaarts iets af. Er zijn wolkenvelden en het blijft droog. En morgen overdag zien we ook veel wolken. Beetje saai weer. Maar in de loop van de dag breekt van het zuiden uit de zon wat vaker door. Temperatuur loopt op naar 14 tot 16 graden. En daarmee is het zacht voor de tijd van het jaar. En ook dinsdag is een zachte dag met 14 tot 16 graden. Het is overwegend droog en er is iets meer ruimte voor de zon dan vandaag en morgen. Maar woensdag en donderdag dan wordt het wisselvalliger en gaat de temperatuur weer naar beneden naar 13 tot 14 graden. Dit is Diana Woei van Weerplaza.nl.